We zijn begonnen aan de promotiekeuring, eigenlijk, oftewel de mini-centrale keuring. 4 jaar en oudere ster- of kroonmerries, die na 30 april een veulen hebben gehad, mogen hier terugkomen om een gooi te doen naar graadverhoging in de vorm van het kroonpredicaat of modelschap. We beginnen met de 4 tot en met 6-jarige stermerries. En voor u ziet u nummer 21, Famke van Vilthuizen. Een 6-jarige stermerrie van Marcus 491. Moeder is Klaske van Erfenpoortstad. En zij is een nakomeling van Reinde 452. Fokker is de heer De Wolf uit Blauwhuis en eigenaar de heer Ebbinga uit Zondel. Even beoordelen en wanneer we klaar zijn met die 3 merries die in deze groep zitten, mogen zij terugkomen en horen zij tijdens het rondstappen of zij in aanmerking komen voor de kroonverklaring. Gaan we verder met nummer 22, dat is Lisa van der Ridderdijk. Een 4-jarige stermerrie van Tjebbe 500. Moeder is Minke van Tjerkgaarst, een ster dubbel A merrie van Wietse 462. Fokker en eigenaar is mevrouw Duiven Lettinga uit Hartwert.
aangegeven op nummer 23, Jeltje Wilora. Zij is een ster triple A Mary van Jurre 495. En binnen is gekomen ook nummer 23, Jeltje Wilora. Een vierjarige ster triple A Mary van Jurre 495. Moeder is Weltje. Een ster sport dubbel A Mary van Tjalle 454. Fokker en eigenaar zijn de heer en mevrouw Van Enk uit Vianen. Jeltje heeft al een IBOP gelopen met een mooie score onder het zadel van 85 punten en aangespannen een totaalscore van 82,5 punt.
Bedankt voor deze presentatie. We wachten even tot de andere twee merries zich weer bij deze merrie bijvoegen. En dan mogen ze op catalogusnummer volgorde even rondstappen. En dan zal voorzitter van de jury Sabine Zwager een toelichting geven. We gaan de merries op catalogusvolgorde toelichten. Ze worden dus niet op tal gezet. We beginnen bij catalogus nummer 21. Het is een merrie met veel rasuitstraling, die evenredig gebouwd is, goede bovenlijn heeft, goede stand van het achterbeen, grote hoeven. De merrie stapt voldoende ruim en takmatig. In draf heeft hij voldoende kracht en een opwaartse lichaamshouding. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroonverklaard. Catalogus nummer 22 is een jeugdige merrie met een goede romprichting, sterke bovenlijn, fijn beenwerk, goede kruisligging. Merrie die opvallend goed stapt, met veel lichaamsgebruik, zet het voorbeen goed weg. Hele mooie schrijdende stap. De draf heeft nog een beetje een hoog ritme, kan ze nog wat aan kracht winnen. Deze merrie wordt ook voorlopig kroon. En dan op de derde plek, de derde merrie in deze groep, catalogus nummer 23, is een langgelijnde jeugdige merrie met een goede bovenlijn, goede kruisligging, merrie met voldoende kwaliteit beenwerk. Deze merrie heeft een triple A-score behaald en dat betekent dat ze iets kan compenseren voor het exterieur. Ze zou iets rijker in de rasuitstraling mogen zijn, maar met die triple A-kest wordt ze vandaag kroonverklaard. Gefeliciteerd met deze prachtige resultaten.
En inmiddels staat voor de jury nummer 25 Andrea K. een ster triple A Mary van Johannes 484. Moeder is Nina HT en zij is een ster en preferente Mary van Jasper 366. Andrea is ook 7 jaar en fokker van Andrea is de heer H. Kuiper uit Oosterend. En eigenaren de heer J.J.H. Boot en J.P.W. Boot uit Hillegom. Ook Andrea heeft dus al een mooie IBOP-score gehaald onder het zadel van 85 punten. Even, ik hou hem vast. Nou kan hij van mij. Thank you.
De uitslag van de 7 jaar en oudere stermerries die gezoogd hebben, nummer 24, is een merrie die iets royaler in de rasuitstraling zou mogen zijn, iets meer neklengte mag hebben, ook iets verticaler in de halsrichting. De bovenlijn is sterk, de romprichting zou iets opwaartser mogen. Merrie beschikt over grote hoeven en droog beenwerk. Het voorbeen is hol gesteld en het achterbeen is vrij stijl gekoot. De stap is voorzichtig, zou daarbij meer buiging in het achterbeen mogen tonen. In de draf heeft de merrie voldoende zweefmoment en voldoende ruimte. Zou ze wat meer schoudervrijheid mogen tonen. De merrie wordt vandaag niet voorlopig kroon. Daarvoor zou ze zowel in exterieur als beweging iets meer moeten overtuigen. Catalogus nummer 25 is een merrie die veel statuur heeft met een hele lange hals. Die wel wat verticaler gesteld mag zijn. Een royaal ontwikkelde merrie met een goede bovenlijn, goede kruisligging, goede kwaliteit beenwerk, achterbenen, fractie, sabelbenig. Het is een merrie met een triple A-test en u kunt zien dat ze aan de hand kort stapt. In de test heeft ze daarvoor een 7. Aan de hand draaft ze met veel afdruk, veel takt. We hebben de goede momenten in de stap meegenomen en dat maakt dat we de triple A-score kunnen overnemen. En dat betekent dat deze merrie vandaag kroon wordt verklaard. De laatste twee merries, 7 jaar en oudere kroonmerries. En zij doen een gooi naar het modelpredicaat. Binnengekomen is nummer 26, Tiarda van Horp. Een kroon dubbel A merrie van Epke 474. Moeder is Wiarda van Horp en zij is een nakomeling van Heidse 425. Fokker en eigenaar is de heer Mensink uit Zwelo. Deze merrie heeft een IBOP onder het zadel gelopen van 77,5 punt. Tiara is geboren in 2014 en is dus 9 jaar. Heeft een schofthoogte van 1,69 meter.
En ook nummer 26 mag zo even terugkomen om rond te stappen na de presentatie van nummer 27. Auk van de Groene Steeg. Een kroon dubbel A Mary. 7 jaar oud en een nakomeling van Epke 474. Moeder van Auk is Jitske van der Klei en zij is een stermerrie van Norbert 444. Fokkers zijn de heer Bulthuis en de heer Van Tevelen uit Wamel en eigenaar de heer Vrolijk uit Ommeren. Auk heeft een IBOP onder het zadel gelopen en heeft daar een totaalscore van 77 punten behaald. Te stappen op catalogus volgorde. Sabine zal weer een toelichting geven.
De laatste rubriek van vandaag. En het weer wordt ook wat onstuimig. We hebben hier 2 7 jaar en oudere kroonmerries. We beginnen bij catalogus nummer 26. Is een merrie met veel behang, die lang gelijnd is, een voldoende sterke bovenlijn heeft. Het kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Beenwerk mag meer kwaliteit uitstralen en ook de standen, met name de rechter voorbeenstand, zou correcter mogen. We hebben het hier over eventueel promotie naar model en dan doen we geen concessies meer aan het exterieur. De stap is voldoende. In draf zou de merrie de achterhand meer onder de massa mogen plaatsen. De merrie wordt niet uitgenodigd voor modelverklaring. Daarvoor zou beenwerk meer toereikend moeten zijn. Catalogus nummer 27 is een merrie die er ook wel wat op lijkt. Ook veel behang. Merrie met een voldoende sterke bovenlijn. Wow, daar gaat mijn hoed. Merrie met een lange schouder, grote hoeven. Merrie die iets krom in het achterbeen is. De stap is actief en ruim. Hierbij zouden we ook de voorbeenstand, met name van het rechter voorbeen, correcter willen zien. De draf heeft voldoende kracht, blijft een beetje in een hoog ritme draven. Deze merrie wordt ook niet uitgenodigd voor modelverklaring, omdat de voorbeenstand correcter zou moeten. Dankjewel voor de presentatie van deze mooie kroonmerries. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de promotiekeuring, nakeuring, herkeuring. Bedankt voor uw aanwezigheid en een goede terugreis.